Het Nederlandse wegennet wordt dagelijks flink belast. In de afgelopen jaren is de drukte fors toegenomen en is onderhoud, aanpassing en uitbreiding van het wegdek op veel plaatsen noodzakelijk. Als wegbeheerder dient u de perfecte balans aan te brengen tussen veiligheid, doorstroming en bereikbaarheid. U bent daarbij verantwoordelijk voor het treffen en beheren van tijdelijke of permanente verkeersmaatregelen en het aanbrengen van bewegwijzering. Traffic Service van Strien heeft het unieke vermogen om voor uw verkeersprojecten, zowel van tijdelijke als permanente aard, oplossingen aan te reiken die een optimaal resultaat garanderen. Iedere verkeersaanpassing behandelen wij als een uniek vraagstuk. Een werkwijze die een optimale oplossing, een gedegen ontwikkeling en een perfecte uitvoering waarborgt. Voor alle betrokken partijen, de weggebruiker voorop. Traffic Service van Strien stelt uw doelstellingen centraal en denkt vanaf dag 1 met u mee om die te realiseren. Door de toenemende drukte op de weg, de strenge veiligheidsnormen en anderzijds de efficiëntie, is de huidige manier van wegafzetting met het handmatig plaatsen van kegels niet altijd toereikend. In drukke situaties is de veiligheid een moeilijke factor en ook de inzet van meerdere personen en wagens zorgt met de huidige verkeersdrukte vaak voor meer belasting van het wegennet. Efficiëntie, veiligheid en snelheid zijn belangrijke factoren voor de hedendaagse wegbeheerder. Ondanks de expertise en ervaring van onze medewerkers ontwikkelde Traffic Service van Strien in samenwerking met de Nederlandse machinefabriek Alkmaar een indrukwekkende en innovatieve manier van wegafzetting. De MARS 2, wat staat voor Mobile Automatic Roadblock System, is een revolutionaire manier van het plaatsen van wegafzetting. Eén persoon verricht het werk van twee voertuigen en drie personen. Als het gaat om veiligheid, arbovriendelijkheid en het snel afzetten van één of meerdere rijstroken is de MARS 2 een unieke innovatie. De MARS 2 wordt compleet bediend vanuit de cabine. Bij aankomst wordt de actieskit ook weer volledig vanuit de cabine uitgeklapt. De actieskit is een helverlichte pijl van LED-verlichting met een blauw verkeersbord. Dankzij de botsabsorber kan de skit een stootkracht weerstaan van 80 km per uur. Daarmee zijn de werkers aan de weg veilig op het afgebakende gedeelte van het tracé. Onder de wagen bevindt zich een laadruimte en de Andreasmat. Deze kan met een druk op de knop mechanisch op het wegdek worden gelegd. De mat neemt perfect de vorm van de weg aan, zodat hij veilig de plaats van de wegafzetting inneemt. Hierna wordt op afstand de actieskit met botsabsorber geplaatst. Ook dit gebeurt met het gebruik van camera's vanuit de cabine. Na het afzetten van de skit worden de kegels geplaatst. In deze laadruimte bevinden zich standaard 240 kegels die over een lengte van 5 km met 20 km per uur op het wegdek worden geplaatst. Veilig,
duidelijk en met behulp van één persoon kan het werk aan de weg beginnen. Na afronding van de werkzaamheden pakt de Mars 2 de kegels weer op en plaatst deze automatisch terug in de laadruimte. De actieskit wordt hydraulisch aangekoppeld en rijdt langzaam achteruit naar de Andreasmat. De Andreasmat, die vaak na verloop van tijd scheef op de weg ligt, wordt ook weer mechanisch opgepakt en teruggeplaatst. Alles vanuit de cabine, door één persoon. Traffic Service van Strien. Vooruit denken is vooruit komen.